Utrechters over eenzaamheid. Ja, mijn kinderen zijn de deur uit, mijn man is werken en ik zit zelf Adrienne. Met de ziekte van Alzheimer. Ja, mijn wereld is heel klein en ik ken niet zoveel mensen. Eston. En ja, het ligt ook een beetje aan mij, zeg maar, omdat ik ook bang ben om contact neer te leggen. In mijn geval denk ik dan aan het verlies van al mijn vrienden. Therese. Ik heb 2,5 jaar geleden een hersenbloeding gekregen en mijn echtgenoot verdween. Die had er geen zin meer in. Ik heb niemand meer overgehouden. Eén vriendin inderdaad vanaf dat ik 14 was. Maar ja, die heeft zelf de eigen leven, woont hartje stad. En hier komen ze niet zo snel naartoe. En daar ben ik gewoon in 2016. Abdo. Ben ik gewoon pas verhuisd hier in Utrecht. Door mijn kinderen. Ruim 100.000 Utrechters van boven de 20 jaar voelen zich wel eens eenzaam. Waarvan er 30.000 zeggen ernstig eenzaam te zijn. Dus meestal zit ik alleen thuis gitaar te spelen of te gamen. Ja. En soms als ik de deur uit ga, weet ik niet waar ik heen moet, weet je. Dus. Je staat op en ja, in principe wat ik eigenlijk doe is boodschappen. Dat vind Adrienne. Ik gewoon prettig, omdat ik dan mensen tegenkom. En die mij kennen en die met mij een praatje maken. Wat kun je doen tegen eenzaamheid? Bijvoorbeeld een potje voetballen is leuk, altijd. Of in een groepje zitten, gewoon, hoe zeg je dat, in een groepje gewoon kletsen, gewoon dat je met mensen praat, zeg maar. Ja, dat zou je wel vaker willen. Ja, ja. Contact met mensen hebben, zeg maar. Ja. Hey, een vriendelijk woord vind ik al fijn. Therese. En ik ben ook vaste klant bij de bakken hier. Maar het is heel moeilijk om te zeggen wat de gemeenschap kan doen. Ja. Nee. Ik ben nu voor het eerst heb ik contact gezocht dan met het buurtcentrum van Hoograven. En daar ben ik vandaag als proef geweest. Nou ja, ik had zoiets van heerlijk, mensen om me heen. Dit wil ik gewoon. Ik heb ook gezegd dat ik dus me wil aanmelden, dat ik dat ook ga doen. Toen ik hier verhuis, zeg maar, ben ik gewoon gelijk bij wijkbureau. Daar heb ik geïnformeerd. En ze hebben het mij gewoon een adres van Karin Rosenthal. Ja, en dan geef ik gewoon les hier nou. Geef ik schilderen en tekenen. Eenzaamheid. Maak het bespreekbaar.